En in deze editie van ATV Vaderdag-serie praten we met minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme. Hij is de mening toegedaan dat vader zijn iets mooi is en een prettig gevoel met zich meebrengt. De bewindsman zegt dat iedereen een eigen mening heeft over de legacy die jij als man achterlaat. Maar dat is ook niet alles. Belangrijker is om vader te zijn en het is meest veelal een one-liner. Maar ik denk vader zijn heeft niet alleen te maken met een rolmodel zijn voor je kinderen of voor je gezin, voor je omgeving. Maar ik denk ook een bijdrage leveren aan de vorming. We zien heel veel dingen om ons heen gebeuren sociaal, in onze sociale omgeving. En ik wil toch gebruik maken van de gelegenheid, eenmaal ik op mijn praatstoel sta of zit, dat jongeren, geef de hoop of de moed niet op. We lezen heel vervelende berichten, vanmorgen ook een heel vervelend bericht gelezen. En dan treft het je als ouder, als vader, wanneer de jeugd misschien het licht niet meer zien en dat ze uit het leven stappen. Want we praten er misschien niet over, maar laat de jeugd ook beseffen dat ze voor dit land ook veel kunnen betekenen. Jubitana geeft aan dat vaak gezegd wordt dat de vader de kostwinnaar is. Maar de bewindsman vindt dat geld maken niet het belangrijkste is. Maar we moeten ook niet vergeten dat de kinderen die aandacht nodig hebben, het gezin de aandacht nodig heeft. Dat praat ik ook tot mezelf. Ik pas zelf kritiek toe. We werken en werken, maar uiteindelijk heb je ook een sociale omgeving waar je goede aandacht aan moet geven. Want men kijkt niet alleen op vanwege je beroep of wat je allemaal doet. Maar een simpele aandacht, een stevige brassen aan je kids voordat ze gaan slapen, ongeacht hoe oud ze zijn. Zegt ook al heel veel, geeft het kind ook een heel ander gevoel. Dus het ligt niet alleen in het materiële dat je gezin kan voorzien in materiële zaken. Maar ook het gevoel geven van een vader-kind verhouding. Dat het ook op een respectvolle manier is. Dat een kind zich zichzelf mag voelen bij een vader ook. Want veelal is dat ook, hoor je, bij de moeder. Maar ook bij de vader, dat een kind zich veilig mag voelen, zichzelf mag zijn. Om wat daar binnen omgaat in een kind, dat die gewoon makkelijker kan uiten. De alleenstaande moeders hoeven niet te vrezen volgens de minister. Hij geeft aan dat de liefde van beide ouders belangrijk is. Vaders moeten altijd naar uw kinderen omkijken, want de kinderen heb je later nodig.